Welkom bij Signac Delfshaven. Een kattenwater aan de Obersgade. Verschrikkelijk. Kattenwater. Aan de Obersgade tegenover de fabriek raakte een kattenwater. Groot alarm voor alle hulpdiensten. De kat die al enige tijd te water was, schreeuwde uit alle macht. En kon zich ternauwernood vasthouden in een gat onder de fabriek, waar ze ingekropen was. Uiteindelijk haalde een brandweerman op een bodyboard haar uit het water. En overhandigde het gestreste dier aan de inmiddels gearriveerde dierenambulance. De kermis is weer vertrokken. Nog wat nostalgische beelden. Over het belang van buurttelevisie. Een gesprek met Mireille, programmamaakster bij Signac Noord. Ja, ik ben Mireille Zaak. Ik werk al jaren bij Signac Noord, een onderdeel van Signac TV. Nu ben je voor je studie bezig met een scriptie. Wat gaat dat inhouden? Ja, ik ben met een studie bezig. Dat is culturele en maatschappelijke vorming. En nou, waar ik nu mee bezig ben, dat is een onderzoek doen naar het bestaansrecht van wijktelevisie in Nederland. Dus nou goed, omdat ik zelf bij Noord werk, dat is natuurlijk heel klein. Net zoals dat de Delfshaven ook eigenlijk klein is. Dus waar heb ik nou voor gekozen om een vergelijkend onderzoek te doen? Dus ik ben ook in Utrecht geweest en in Den Haag. En in Delfshaven natuurlijk. Nou, wat ik tot nu toe heb,
is dat in ieder geval iedereen wel van mening is, en ook als je uit de literatuur haalt, dat wijktelevisie gemaakt door burgerjournalisten, hè? Dus bewoners in wijken, inderdaad bestaansrecht heeft. Alleen het economische gedeelte, dat is nog wel een beetje lastig. Omdat we natuurlijk nu in een moeilijke tijd zitten met de crisis en alles. Dus waar komt de subsidie dan vandaan? Want als de deelgemeentes ook stoppen, dan is het natuurlijk ook een probleem. Dus hoe haal je dan je geld binnen? De deelgemeente zegt ook vaak, we financieren ons eigen tegengeluid. Want de kritische burgers gaan dan ons confronteren op tv met wat we niet goed doen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor hun niet altijd zo'n pre is. Ja. En toch vinden ze dat, zijn ze van mening dat dat toch moet blijven. Omdat, ja, weet je, daar kunnen zij natuurlijk ook wat van leren. En het is ook niet zo dat de subsidiegever moet gaan bepalen wat de wijk-tv doet. Dus er is wel sprake dat er onafhankelijkheid moet blijven. Dat is ook eruit gekomen tot nu toe, hè. Het is niet iets wat ik nou zelf zit te verzinnen, maar misschien is het ook wel mijn mening, maar dat is ook wat ik nu tot nu toe gehoord heb. Wat is volgens jou het doel van buurttelevisie? Buurttelevisie, als je het vergelijkt met andere televisie, dan wel gemaakt door bewoners, is dat je de wijken meer van binnenuit bekijkt. Kijk, als je op een andere manier tv in de wijken maakt, dan is het iemand die van buiten afkijkt. Maar als je bewoners neemt en die kijken van binnenuit, dan weet je bijvoorbeeld ook wat de buurman doet. Kijk, het kunnen ook gewoon kleine onderwerpen zijn, zoals de poes van de buurman. Het lijkt alsof een kattenstroom draait. Dat kan. Ja, er zijn niet veel katten. Dat kan. Het moet natuurlijk ook wel een beetje in verhouding staan met andere onderwerpen. Het kan natuurlijk ook wel iets met kunst te maken hebben of iets wat bij de deelgemeente gebeurt. Maar het liefst dat de bewoners ook zelf met hun onderwerpen aankomen. Zodat je dan echt ziet wat er in de buurt gebeurt. Gebeurt dat nu voldoende eigenlijk bij de bestaande wijktelevisie? Nou, eigenlijk vroeger meer dan nu. Wat er nu gebeurt is dat, de wijktv meer een soort, hoe zeg je dat nou, niet echt een spreekbuis, maar wel zoiets is geworden van die afgaat op persberichten van wat er dan in de wijken gebeurt. We zijn hier vandaag op de Melanchthonschool De Mattenesse. Want er is een sport- en gezondheidsmarkt georganiseerd door Dynamisch Delfshaven. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 running, running. Het is de opening vandaag van een sportmarkt 18+, waarin mensen sporttests kunnen doen, kunnen kijken hoe de conditie is. Ze kunnen ook informatie vragen over wat er allemaal in Dynamisch Delfshaven te organiseren is en te doen. Maar het is vooral mensen bij elkaar te brengen. En zo hopelijk gaan we er naartoe om in ieder geval Rotterdam naar 70% sportfit te maken. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started. De markt is bedoeld voor inwoners vanuit Delfshaven vanaf 18+. Ze hebben diverse mogelijkheden vandaag, de inwoners. Ze kunnen deelnemen aan een workshop. Daar heb je onder andere de fittest, daar heb je Zumba clinics, daar heb je voetbal clinics, tennis clinics, sportief wandelen clinics. Je hebt een kookworkshop waar inwoners zeg maar, in een korte tijdsbestek even leren om een lekkere hapje te maken. En buiten hebben we nog sportief wandelen. En we hebben ook aan onze kleine kinderen gedacht. Dus we hebben een aantal lichtkoetsen neergezet. Dat het geen belemmering is voor ouders om naar de markt te gaan. Want de kinderen kunnen onder begeleiding kunnen ze buiten lekker sporten. Vandaag ga ik hier een les geven zoals ik dat gewend ben te doen voor Dynamisch Delfshaven. En dat is bewegen op muziek. Is dat een bepaalde leeftijd aangebonden? Nou, we doen het eigenlijk al van jongs af aan, dus van 20ers tot in de 80 hebben we groepen.
En gaat dat goed? Dat gaat uitstekend. Trago un fagolo, meu canto. Canto a noite. Et esser dia. Do meu povo trago pranto. No meu canto. En nu Wat Praat Wat over Moederdag. Wat praat oké, dit oké. Wat? Nee, korrigeer ze, nee. Wat? Wat? Zeg taki, zang. Wat praat wat? Eske de goen herdi. Zang. Wat? Wat ga je doen met Moederdag? Ik weet niet, misschien ik ga naar Afrika. Vakantie met mijn moeder. Ik hou van jou, mijn moeder. Doei. Ga jij iets doen met Moederdag? Cadeautje maken. Maken jullie ook altijd ontbijtje 's ochtends voor je moeder? Ja. We gaan het vieren met de familie. Gewoon, we gaan samen zitten. Cadeautjes geven en zo. Hoopt u iets te krijgen op Moederdag? Ja, zeker hoor. Bosbloemen, dat vooral. Ik heb 3 kinderen. Ik moet 3 cadeautjes krijgen. Mijn moederdag, ja natuurlijk, dat geef ik altijd wat. Natuurlijk. Wat geeft u dan? Nou ja, soms een schoen, hè. Soms verschillen, hè. Ik kan niet altijd hetzelfde. Nou, ik heb bij de Douglas een cadeautje gekocht en dan ga ik even langs. Wat voor cadeautje, kan je dat dan verklappen? Een lekker luchtje. Geef je dat elk jaar aan je moeder? Ja, of een bosje bloemen. Wil je iets zeggen? Nou mama, je bent een hele goede en lieve moeder. Wat ik een moederdag krijg zelf? Ja. Nou, ik denk een mobiele telefoon. Dat is een mooi van cadeau. Mijn zoon. Ik denk het, ja. Krijgt u elk jaar grote cadeaus van uw kinderen? Nee, niet elke jaar. En doet u zelf nog iets voor uw moeder? Nee, mijn moeder is in Turkije, dus dit jaar niet. Maar meestal als mijn moeder hier is dan wel, maar ze is niet hier dit jaar. Wat gaat u doen met Moederdag? Ik ga mijn moeder feliciteren. Ook een cadeautje. Misschien bloemen. Wil je nog iets zeggen tegen je moeder in de camera? Ik hou ontzettend van haar. Van jou. Hallo. Hallo. Wat ga je doen met Moederdag? Ja, zoals ik heel mijn leven al doe, de bos bloemen kopen en geven. Traditie, voor de rest niks. Wil je nog iets zeggen tegen je moeder in de camera? Nee, wat moet ik zeggen? Lieve mama, ik hou van je. Ja, maar dat is vanzelfsprekend, dat weet ze wel. Sineakdelshaven is voor iedereen. Johan ging kijken bij de Turkse markt op het Heemraadsplein. Mijn naam is Zeke Baran, ik ben gemeenteraad zit in Rotterdam voor de Partij van de Arbeid. Dit is een bekende organisatie die organiseert deze markt. En dit is daar komt het Turkse traditionele dingen op de markt waar je normaal gesproken niet overal kunnen vinden. Je kan eten, drinken, spullen kopen die je niet overal kunnen vinden. En natuurlijk de traditionele Turkse klassieke muziek kunnen luisteren. We zijn bezig met Turkse eten. Beetje gebakjes. Dus ik ga even kijken wat ze allemaal van gemaakt hebben. Komt je elk jaar hier zo? Nou, deze jaar weer toevallig. Verleden jaar nog geweest, andere maat iets voor mij. En deze jaar kom ik weer even kijken.
heb altijd in deze buurt gewoond, dus het is vlakbij, kom ik even langslopen. Ja, maar ja. Normaal gesproken zie ik allemaal maatjes hier, maar ik zie niemand. Niemand? Ja, misschien komen ze vanavond of zo, joh. Het is te vroeg, denk ik ook. Ja, nog een dag, hè, morgen, hè? Ja, inderdaad, ja. Zondag ook, heb ik gehoord, ja. Ja, ja. En nu het mooiste plekje. Heeft u zelf een idee over wat het mooiste plekje is? Neem dan contact met ons op en wij maken er een filmpje van. Ik zou haast niet kunnen zeggen wat de mooiste plekjes zijn. Want een schilderij van Mondriaan heeft toch ook geen mooiste lijn. Toch is er een heel mooi plekje waar ik uren zitten kan. Het is mijn favoriete plekje. In het hart van Rotterdam, het is het allermooiste plekje van de stad. Want je kan daar heerlijk zitten met je rug tegen de muur en omgeven door de schrijvers van de wereldliteratuur. Al die prachtige verhalen in die boeken op een rij. Het is een soort martyrium en de hoofdpersoon ben jij. Het is het allermooiste plekje van de stad. Er gebeurt veel bij Speeltuin Confetti. Vandaag is het plantdag. Fred is 10 jaar bij de zaak als toezichthouder. Minka moet helaas vertrekken als toezichthouder. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, rien de sa part. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Hallo, hoe heet jij? Jada. Wat ben je allemaal aan het doen? Aan de plant doen. Is er vandaag feest omdat Fred hier 10 jaar is? Hoe vind je dat? Nee, maar Fred is niet 10 jaar. En ze vindt niet leuk als ze 10 jaar is. 10 jaar bij de speeltuin? Ja. Vind je dat leuk? Ja. En Minka die gaat vandaag weg. Die is voor de laatste dag. Die gaat ze naar een andere speeltuin. Hoe vind je dat? Echt niet eerlijk. Ja. Okay. Welke bloemen heb jij al erin gezet? De groene, nee, de paarse en de oranje en nog meer oranje. En waar ga je deze zetten? Daar. Oké, okay, dan ga ik meekijken met jou. Even wachten, ik ga eerst even dat ze een bloemetje erin. Hoi, hoe heet jij? Dominique. Wat gebeurt er hier vandaag, Dominique? We gaan bloemetjes maken. Wat doen ze? We gaan bloemetjes maken. En op de poort staat ook dat het feest is. Waarom is het feest? Want Fred is vandaag jarig. Fred jarig? Leuk. Hoe oud is hij geworden? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Is Minka niet jarig? Ik ben 10 jaar hier. Wat doet hij? Hij werkt 10 jaar hier. Hij werkt 10 jaar. Minka, laatste dag? Ja. Wist je dat al? Na morgen komt Minka niet meer. Wat vind je daarvan? Vind je dat erg? Ja. Wat vind je van Minka? Vind je dat een aardige dame? Nee. Nee?
Waarom niet? Soms plaatsen wij. Wat doet ze? Ze plaagt mij. Ze plaagt jou? Ja. Okay. Dus blij dat ze weggaat? Ja. Minka is vandaag laatste dag hier. Dan gaat ze naar een andere speeltuin. Hoe vind je dat, dat ze weggaat? Leuk. Vind je dat leuk? Vind je het leuk dat ze weggaat? Vind je het niet jammer? Nee, maar Minka pest me altijd. Minka pest jou altijd? Ja. Dus je vindt het niet zo erg? Nee. Hallo, kun je vertellen wie jij bent? Ik ben Edenisha Sanchez. En waarom ben je vandaag in de speeltuin? Ik ben in de speeltuin omdat ik niks te doen had. En ik kwam gewoon in de ochtend, kwam 12 uur, kwam ik hier naartoe om te spelen. Oh, daar komt iemand met hapjes. En nu blijkt dat er een feestje is. Weet je wat voor feestje er vandaag is? Volgens mij was er een meneer, Fred heet hij. Die is al 10 jaar oud hier of zo, de baas. Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. En deze mevrouw die hiernaast staat, die is vandaag voor de laatste dag. Die gaat naar een andere speeltuin. Echt? Oh, jammer. Wat vind je van die mevrouw? Ik vind haar heel lief, want vorige keer zaten we bingo te doen. En zij heeft mij geholpen. En door haar heb ik gewonnen. Oh, zo. Hoi, Minka. Dit is het eerste kind wat jou lief vindt. Heel lief. Want jij hebt haar vorige keer geholpen met de bingo. Ja. En toen heeft ze gewonnen. Ik ben toch lief, hè? En waarom vind jij Minka dan niet lief? Omdat ze je altijd plaagt. Nou, leuk. En heb je veel plantjes geplant? Ja, heel veel. Daarom ben ik ook gestopt, want ik was wel een beetje moe geworden. Leuk, leuk. Ik hoop dat ze 10 jaar oud gaan worden. Leuk. En helaas de ding kan weg. Kom ook op televisie weer dan? Ja. Wat voor dag dan, altijd? Dames en heren, jongens en meisjes, het circus is weer neergestreken in Rotterdam-West. En wij gaan even een kijkje nemen. De kinderen zijn er al.
Hartelijk dank voor het kijken naar Cineac Delfshaven en graag tot ziens. Thank you.